Poeh, Jezus, ja. kijk, je hebt televisie en je hebt radio. En ja, daar moeten degene die het uitzendt, moet daar een bedrag voor betalen. Nou, de televisierechten zijn recentelijk, een jaar geleden, verkocht aan Viaplay. En dat zat eerst bij Ziggo. En Viaplay zei toen, we nemen niet de presentatie mee. Nou, dat kan gebeuren, dat is gewoon een keus. Olaf Mol en Jack Ploy gingen niet mee. Andere jongens gingen dat doen. Olaf Mol zei, maar ik heb al heel lang een radiostation waarbij hij altijd dancemuziek maakte. En dan kon je ook luisteren naar wat er gebeurde op het circuit. En die dacht, hé, ik heb nog een mooi vehikel nu. Dus die is daar eigenlijk gewoon doorgegaan met commentaar. Viaplay heeft nu ineens gezegd, of Viaplay wil ik vanaf zijn. Mm. Wij kopen die radiorechten ook. Dus nu heeft Olaf Mol eigenlijk in Nederland dan, want nee, ze zijn stiekem weer naar België gegaan, hebben ze geen uitzendmogelijkheid meer. Maar de vraag is natuurlijk, waarom koopt Viaplay die rechten als je geen radiostation hebt? Nu hoorde ik vandaag toevallig ergens iemand zeggen dat ze een deal hebben gemaakt met het Algemeen Dagblad. Daar schijnt dan dit weekend, want dit weekend begint de Formule 1, ja, een playertje te komen, waardoor ze dus wel voldoen aan de rechten om die radio-uitzending te maken. Maar ja, heb je dan een radio-uitzending? Maar begrijp ik dan hier goed uit dat ze miljoenen uitgeven, ja, om Olaf Mol dwars te zitten? Eigenlijk wel, ja. En dit draait ook letterlijk om miljoenen. Want de mensen die Formule 1 uitzenden, het laatst is er een bod gedaan van 20 miljard euro op de hele Formule 1. En zei ze, nou, dat is gewoon nog lang niet genoeg, achter en aansluiten. Dus die jongens weten wel wat het kost. En die weten ook dat in Nederland alles waar Max Verstappen op staat, of het nou een magazine is of een autootje, dat vliegt maar de winkels uit. Wat is er gebeurd tussen Olaf Mol en dat Viaplay? Nou, ik denk eigenlijk dat Viaplay wat hoog heeft ingezet en gewoon dacht, joh, weet je wat, we maken gewoon helemaal schoon schip, weg met het verleden en we gaan maar helemaal nieuw beginnen. Ja, en dan blijkt dan dat het in de praktijk trap na te geven met dit soort wedstrijden. En is dat nieuwe zo goed dat ze zonder Olaf Mol kunnen, vind jij? Ja, als nee, nee, nou ja, ik ben echt al van zo, ik was vroeger ook klein, toen was ik ook al van de Formule 1. En wat deze nieuwe jongens gewoon niet kunnen, is een wedstrijd lezen. Ze vertellen eigenlijk wat ik in beeld al zie. Kijk, hier gaat Max Verstappen in. Nou, dan denk ik, nou, prima, ja, maar waarom haalt hij in en ja, waarom niet? Of hoe zit het met de bandenmanagement? Te weinig ervaring, eigenlijk, zeg. Ja, 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 en dat heeft Olaf natuurlijk bij bakken. En dat hoor je ook, dat heel veel mensen nog steeds naar die app gingen om te luisteren. Ja, en à la Jack van Gelder, die dat ook op de radio deed en dan het commentaar bij de, ja, televisiebeelden. Ja, ja, en Viaplay heeft nu gewoon gezegd, luister, dit is te veel onder, dus wij kopen die rechten, maar ze hebben geen radiostation. Dus ze proberen dat nu op te lossen door een playertje bij het AD te zetten. Ja, ik weet niet of dat de Formule 1 dat dan accepteert als radio. Want zij zenden dan de audio van, ja, die uitzending ook in dat playertje, ja, uit. Dus dat is niet een nieuw, nee, radioprogramma. Nee, er wordt niks nieuws gemaakt. Er zitten niet andere mensen om het commentaar te leveren. Er is niet iemand die een andere sidekick geeft die zegt van, joh, ik zie nu op een ander scherm dat dit en dat gebeurt. Ja. Dus wat voor advies geef je aan Olaf Mol? Nou, ik geef eigenlijk meer een advies, liever als het mag, aan Viaplay. Bel, ja, gewoon een keer met Olaf Mol. En vraag gewoon, jongens, hoe kunnen we dit nou gewoon eens als volwassen mensen doen, dat iedereen een beetje tevreden is? Laat hem radio doen. Ja, bijvoorbeeld, toch? Ja. Nou, goede tip.